Als locatiemanager, dat klinkt misschien wel heel ver van jullie bed, maar ik ben eigenlijk de persoon die probeert om de At Ease-vestiging draaiende te houden. Dus je komt dagelijks eigenlijk in contact met mij. Ik krijg de vraag, wie is geschikt om vrijwilliger te worden, wel heel erg vaak. En dan zeg ik eigenlijk iedereen. Je hoeft daarvoor geen opleiding gevolgd te hebben. Maar erbij, je moet eigenlijk 18 jaar zijn en je moet ons een VOG kunnen voorleggen. Maar voor de rest hebben we eigenlijk geen eisen. We hebben een heel leuk team als vrijwilligers. Wij doen heel vaak fijne dingen samen, activiteiten, gesprekken. En vooral proberen om jou in je kracht te zetten. Te coachen, ook niet te veel te sturen, maar te kijken van wat wil je graag, wat doe jij graag en hoe kunnen wij daarbij het iets gehoor aan geven. Nadat je moeilijke gesprekken gevoerd hebt, als je dan nog met dingen zit, zorgen, vragen, problemen, dan zijn ze er voor jou om dat met jou bespreekbaar te maken. Ik ga er ook altijd vanuit dat ik voor jullie een hele leuke, warme, huiselijke plek wil creëren waarin jullie je thuis voelen om jezelf te zijn en om een betekenisvolle rol aan te nemen voor andere jongeren.